Hoe kijkt u terug op de hele commotie van de afgelopen week? Ja. Nou, ik ben wel eens rustiger geweest dan nu. Blij dat ik weer geïnstalleerd word vandaag. Vandaag is een mooie dag. Wat was uw eerste reactie toen u de notitie las? Dat ik het hele Nederlandse volk vertegenwoordig en dat de kiezers hier in Nederland gaan over wie er in de Tweede Kamer zitten. Daar gaat geen verkenner over. Daar gaat geen fractievoorzitter over. Daar gaat geen ambtenaar over. Daar gaan de kiezers in Nederland over. En dit was een affront, niet voor mij persoonlijk. Ik ben ondertussen wel wat gewend, zoals u weet. Maar het was een affront voor de Nederlandse kiezer. En ik had verwacht dat dat binnen 24 uur opgehelderd zou zijn wie dat gedaan had. Het feit dat we nu 7 dagen verder zijn, betekent dat er ergens iets verborgen wordt. Want deze notitie is niet geschreven. Iemand heeft deze notitie geschreven. Er is hier geen spooktypmachine in Den Haag. Er is iemand die getikt heeft, positie omzicht, functie elders. En dat hoort niet. Wat is de reden, denkt u, dat er geen duidelijkheid is gegeven over waar dat vandaan komt, positie omzicht, functie elders? Over het algemeen is de reden dat er iets verborgen moet worden als het niet onmiddellijk aangegeven wordt hier in Den Haag. Nadat ik de afgelopen 4 jaar ernstig belemmerd ben in mijn functioneren, dat deze memo en het feit dat er kennelijk iemand is die denkt dat hij moet opschrijven dat ik een functie elders moet hebben, weer zit te interveneren in hoe ik kan functioneren als Kamerlid. En dat is buitengewoon ernstig. Wat van belang is, is dat het opgelost wordt en opgehelderd wordt. En ik kan u verzekeren, in ieder geval, voor mij zijn de persoonlijke, heeft dit wel in ieder geval vast een behoorlijke knauw gegeven aan de persoonlijke verhoudingen die ik heb met de twee verkenners. En verder ga ik vandaag niet. Dank u wel. Ik ga nu terug. Maar als er geen duidelijkheid komt, wat gaat u dan doen? Ik laat me nu beedigen. En dat wil ik. Ik ga de eed afleggen. En dat vind ik zelf belangrijk. En ik zou 1 ding willen vragen. Om mij de komende tijd ook een heel klein beetje in rust te laten. Dank je.